De buitendienstmedewerkers van de gemeente Midden-Groningen worden uitgerust met een AED in de auto. Deze medewerkers zijn de oren en ogen in de gemeente. Op deze manier kunnen ze sneller en beter helpen bij noodgevallen. In totaal 7 medewerkers krijgen een AED die ze zowel tijdens als na het werktijd kunnen inzetten. Burgemeester Hogedoorn deed de overhandiging. Met deze handdrukken en overhandiging wil ik de actie daarmee omzetten in werkelijkheid vanaf vandaag. En wens ik jullie heel veel succes toe. Nou ja, goed, er gebeurt natuurlijk. Wij zijn de hele dag bij de weg. En dat gebeurt regelmatig wat. Gelukkig niet elke dag. En ja, daar wordt over gesproken. En nu ben ik jaren geleden al lid geworden van Stichting Hart Veilig. En op een andere manier kwam ik in contact met de coördinator. En ik zei, weet je wat mooi is? Eigenlijk zo'n ding in de auto. Ja, en daar ontstond zo'n gigantische enthousiasme. Ook bij de collega's, want dat groepje waar hij nou aanwezig is, dat was eigenlijk heel snel was daar bij elkaar. Ongelooflijk belangrijk dat jullie die mensen kunnen helpen als het nodig is. Daar zit denk ik ook een cursus aan verbonden. Daar zit zeker een opleiding aan verbonden, die krijgen wij. Er zijn heel veel mensen trouwens opgeleid hier, alleen niet iedereen is in staat voor een reanimatie. En wij zitten natuurlijk heel veel in het buitengebied, maar of zit je ook in Hoge Zand, in het Gorechtpark, voordat daar een ambulance is, dat duurt gewoon ontzettend lang. Ja. Maar je zit toch aan die 6 minuten vast. Dat het cruciaal is. Dus. En de auto wordt nu uitgereikt met zo'n AED. Hoe gaat het in de praktijk in zijn werk? Hoe gaan jullie die mensen helpen? Ja, wij krijgen een oproep van Stichting Hart Veilig, ook bij ongevallen, bij zware ongevallen. Waar zwaar letsel is, worden we ook opgeroepen. Ja. Dat gebeurt nu ook. En deze AED gaat ook mee naar huis. Die blijft gewoon bij mij, ik ben beheerder nu. En wij gaan gewoon erheen als wij in de buurt zijn. Daar krijgen we een oproep. Ja. Dat gaat ook via het GPS-systeem. Dus zo kun je volgen vanaf de meldkamer en dan word je gewoon geen oproep. En dan zeg je of je gaat of niet. Ja. En hoeveel mensen zitten in dat team? Op dit moment, met zo'n AED, op dit moment 7. Okay. Wij kunnen uitbreiden dat zien. Dus er zijn een paar die zijn nog een beetje twijfelachtig. Maar even een gesprek, ik denk dat er nog wel een paar bij komen. Ja. En is het in de praktijk, komt het vaak voor dat je hulp kan bieden? Bij sommigen regelmatig, ligt eraan waar je woont. Bij mij is het op dit moment redelijk stil, maar ja, soms wel. Alleen soms ben je te laat, dan is er al hulpverlening. Maar je kan ook de eerste zijn, want gebieden zie je natuurlijk, midden Groningen is heel groot. Ja.